Naar Deventer voorbeeld, waar langs de A1 twee grote windmolens zijn geplaatst, moet ook in de Hof van Twente een grote windmolen komen op het industrieterrein Zenkeldamshoek in Goor. Initiatiefnemer is de lokale energiecoöperatie Hof van Twente, samen met Raadhuis en Enschede en de eigen leden. Nou, we zijn natuurlijk al een paar jaar bezig vanuit echt met verduurzaming van de energiebehoeften in de Hof van Twente. Vanuit de optiek dat we toch minder CO2-reductie willen, dat we minder afhankelijk willen worden van onbetrouwbare regimes. Als meneer Poetin morgen de gaskraan dichtdraait, dan hebben we een probleem. En we willen deze aarde toch nog een klein beetje beter achterlaten als dat we hem aangetroffen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen. De leden van de coöperatie kunnen mede-eigenaar worden van de windturbine en er ook winst uithalen. Leden van Echt kunnen straks een aandeel kopen, dat is ook een deel van de financiering, een aandeel kopen in die windmolen. Dus je kunt als lid van Echt zometeen deelgenoot worden, aandeelhouder worden, eigenaar worden, om het zo maar te zeggen, van een deel van die windmolen. Daarnaast is het de bedoeling om ook lokale initiatieven te ondersteunen met de opbrengsten uit de windmolen. Een deel van die opbrengst van die windturbine gaat in een fonds. En dat fonds is voor de buurt. En de buurt mag daarvan bepalen wat ze daarmee gaan doen.